uit hout inderdaad, ja. Ja. Even kijken wat daar bedoel is. Ja, de uilen van OC. Ja, zo is het, Rosalind. Oh ja, ik was OC, 03, kom uit. Alleen je krijgt geen status. Bij de AWB loopt er alleen binnen de cowboy, hoor. Hoe is het? Hij was bij de politie. Wat? 03, kom uit. Hoe is? Heb jij misschien even tijd om naar het cellencomplex te komen? Nou, die man. Ik wil de hoogste in functie spreken. Negatief, ik ben bezig met de zaak en ik ga... Is dit daar, joh? Wat wilde meneer precies? Geen idee, wou jij de hoogste in functie spreken? Nee, dat gaat om... Hulp het! Oké, ga ik dat rekenen. Kofferbak is gebloten. Dankjewel, meneer. Ja hoor. Zo, hulp uit. Kijk of dat er iemand in zit. Zit niemand in, Wil? Meld jij het even bij het OC wat we gevonden hebben? Is er een politieauto dan? Nee toch? Nee. Het is een Mercedes. OC, wij vinden een Mercedes binnen doorweg naar de houtverwerking. Vinden we een Mercedes op de kop. De 003 gaat straks achterover. Yo, fijne avond. Fijne avond. Ho, Jantje, jackpot. Wat dan? Ik kan er niet in kijken. 21.800. Wiet, 258 zakjes, 50 opium en een koevoet. Lekker wel. Moet je even natrekken op wie zijn naam dat hij staat. De jackpot. Ja, wacht even. Ga ik doen. MHB433. Dat ding zit op zijn kop. MHB433, ja. Ja. De naam van Leon Wisseling. Leon Wisseling. Ik moet even een notitie maken, een notepad. Leon Wisseling. Leon Wisseling? Ja, Leon Wisseling. Oh, is. Hij heeft rijbewijzen. Hij heeft geen bekeuringen losstaan. Leon. Hij geeft andere Wisseling. Dingen. Maar dat heeft nu veranderingen. JL Farm, thanks voor je host. Leuk dat je erbij bent, jongen. Welkom. En thanks voor je support. Mensen vragen die ik ken. Op verstand weg. Alle collega's, mocht jullie ene Leon Wisseling tegenkomen, wil je dan aanhouden. Wij zijn zijn auto tegengekomen, die ligt helemaal vol met wiet, geld, cocaïne, het hele zootje. Kijk, 258 zakjes wiet. Was Leon Wisseling. 50 opium. Koevoet. Zeg me niks die Leon Wisseling, jou wel? Nooit goed. 258. Zeg me niks. 50. Een koevoet. Dan moet de AWB'tje deze kant op. En dan gaan wij verder. Ja, 100% wil. Ik zal even AWB hier deze kant sturen. Ja hoor. Spullen zijn in beslag genomen. Hij is de jackpot, hè? Vriend, de jackpot. Ja. Lekker hoor. Dan kunnen wij weer verder. Ja. Maar hebben we nog wel even de klusje te doen? Die Leon. Ja, jackpot. Algemene controle doen. Wacht even, ik krijg weer telefoon. Och hè. Mr. Popular hoor, met zijn telefoon. Jongen, jongen. Ja joh. Ja, jullie doen eens aan het bureau. Geef me ook gewoon een hengst voor elkaar dus. Ja, dan belt ik gewoon verder. We zitten nog helemaal in het
professioneel. Hey, de 01 van de AWB staat bij ons op kantoor. Voor die melding van die Leo Wessen. Oké. Okay. Zullen we even deze preventief gaan. Algemene controle. Ja, algemene controle. Goeiedag. 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 Mijn naam is Wil van de politie, aangenaam. Aangenaam. Jon. Goed, we zijn bezig met algemene controle. Oké. Okay. Dus de vraag is of hij even mee wil werken. Natuurlijk. Goed, heeft u voor mij een ID-kaartje alsjeblieft? Ja. Dat was wel heel vragend. Ja. Nou, eigenlijk, ik ben nieuw in deze stad, dus ik weet niet welke spieren ik dan moet gebruiken. Als je in de chat even / geef ID typt. Ja, Jan zonder H. Jon zonder ja. H. Jon, schat een naam zonder H. Dat klopt. Goed, hier hebt u een ID in ieder geval even terug. Ja. Ik moet u alleen nog wel even preventief fouilleren. Heeft u voorwerpen bij zich die u zich niet bij hoort te hebben? Of voorwerpen waar ik me aan kan verwonden? Als u zich aan kip kan verwonden, dan wel, maar anders niet. Ah, ligt eraan. Leven ze nog? Ik hoop het niet. 18 wel. Oké. Okay. Mag even uw handen mogen doen. Oké. Met de X-spier. Ja, dankjewel. Kip, 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 kip. Alles met die kip. Ah, simpel in orde. Mag handen weer omlaag doen. Dankjewel. Ja, is goed. Ben ik weer vrij om te gaan? Ja, je mag weer weg gaan volgen. Ah, bedankt. Werk ze nog? Hetzelfde. Kippen en geslachte kippen. Je is creatief gevonden, ja, ja Jon zonder haar. Ik kan het. Kom goed op, meneer. Mijn handen weer naar beneden doen. Ja, fijne dag, hè, heren. Ja, het is klaar hier, Wil. Ja. Heren, fijne dag. Fijne dag, heren. Fijne dag. Doe kippen. Ja joh. Zo Jan, Jantje, stap weer. Wat denk jij? Ik ga even zitten. Nou, terug naar de HB. Hé, hey, maar dan gaan we even overleggen. Hoe gaan we dat met die 01 doen? Want die komt daar natuurlijk met een hoop barbaren. Maar wat is hij van is die Leon Wesseling? Werkt hij bij de AWB? Ik hoop het niet, want dan zal hij waarschijnlijk op staande voet ontslagen worden. Ja, en als die niet bij de AWB werkt, heeft de 01 daar niks over te zeggen. Maar dan kun je het mails even opzoeken, als je dan toch niks te doen hebt. Kun je kijken wat voor band hij het. Ja, dankjewel. Hallo. Nou, Volk, dat mag wel wat netter hoor. Hey, Volk. Hallo. Zo, Luc, wat zie jij er netjes uit je? Dus hey, wij willen op dit moment alleen even met Jantje spreken. Leon. Alleen met Jantje? Ja. Waarom alleen met Jantje? Ja, die heeft ook de ding gedaan, weet wel, volgens mijn AWB-collega. Ja, daar was ik ook bij. We waren ja, samen. Ja, maar ja. We hebben alleen Jantjes naam gehoord. Dus ik heb ook alleen maar Jantjes naam gehoord, dus ik wil nu alleen Jantje even hebben. We kunnen nu zo meteen wel, doen we even beide verhaal apart. Gaan we kijken of jullie allebei hetzelfde zeggen? Nou, volgens mij staan we nog ten alle tijd op het politiebureau. Ja, we kunnen ook naar buiten gaan hoor. Dan gaan we ergens anders heen. Dan gaan we naar de koffiezaak, gaan we daar lekker zitten. Nou, ik denk als jij Jantje wil spreken, dat prima hier op het bureau kan. Ja, maar dan ja. Gaan we met z'n allen naar beneden. Ja, met z'n allen inderdaad. Heren, wat is er weer gebeurd? Oh. Ja, succes. Hoort u er ook bij meneer op? Kan ik u nog even mee helpen? Nee, u hoeft mij niet te helpen worden. Weet je, ik hoor jou niet. Ik hoor jou niet. Nu wel? Nou wel. Wij bepalen wat hier gebeurt, hè. Wou net zeggen.
Dus ik ga met die, ik wil met Fredje en die ander praten, maar niet met die advocaat, die komt er later maar bij. Ja. Ik kan eerst erover trekken, anders praten we het helemaal niet gepraat. Dan wordt eerst gefouilleerd. Nou, zo is het. Ja. Hij liep ineens naar binnen, hè, maar... Maar, dat gaan we niet doen, hè? Nee, zeker niet. Meneer de advocaat. Duurde wel lang, collega's, redden jullie met die, meneer de advocaat. Ja. Zou u even boven willen wachten, alstublieft? En waarom, als ik me vragen? Ten eerste bent u niet gefouilleerd. Dus, en ten tweede wil ik eerst even met de 01 en meneer praten. En dan halen we straks u erbij. Oké. Okay. Dank u. Ik loop even met hem mee. Goed, dan gaan wij vast even bij de verhoorkamer zitten. Ja hoor. Doe. Excuses voor het vest. We hebben net de training gehad. Ja, we zijn ook druk bezig geweest. Ja, druk gehad. Lukt het, meneer? Ik kan hier niet in. Oh, kan niet. Of niet, nee. Ja. Deze meneer die praat niet zonder advocaat in ieder geval. Nee, dat is prima, dat hoeft ik niet. Zo, nou die advocaat die had wel een hoop babbels, maar die is dan heb ik even naar boven gestuurd. Ja, dus... Wij bepalen nog wat hier gebeurde, niet hij. Zo is dat. Ga zitten. Wij praten niet zonder advocaat. Ja, dan gaan wij onze dienst weer vervolgen, denk ik, hè. Dan gaan wij gewoon de meneer in... Ja. Nee, wij praten niet zonder advocaat op dit moment. Oh, deze man die wordt vals beschuldigd, Sam. Nou, dat is, we worden niet vals beschuldigd. Ja. Meneertje, maak even een ID-kaart van u. Ik wil eens even kijken wie u bent. Want ik ken u niet. Nou. Leon Wesseling, ja. Yeah. Er is een auto afgesleept van een collega. Hier heb jij die weer terug. Ja, klopt. Die zat vol met school. Ja, nou, en dat bedoel ik. En die auto is waarschijnlijk gejat. Waarschijnlijk. Niet zeker. Die, ja, nou, ja, volgens mij. Nou, mijn vrienden ja, maar hebben u zegt hem waarschijnlijk, gehad. Wat is het nou? Waarschijnlijk of niet waarschijnlijk? Nee, ik weet het zeker. Mijn jouw vrienden! Mijn auto mee gehad. En die, want ik had mijn auto daar ook niet staan. Maar ja. Nee, dat kan. Maar u zult moeten aantonen dat dat spul in die auto is gedrukt. Want ja, dan is ons woord tegen uw woord. En dan, dat winnen wij, want wij constateren de inhoud van die auto. U zou moeten aantonen dat die inhoud daar ingestopt is en door wie. En daarbij, ook al rijden vrienden in jouw auto, het is en blijft jouw auto, je bent verantwoordelijk voor wat erin zit. En wie je erin rijdt. Ja, maar als we hem ongevraagd meenemen, dan kan ik daar ook niet veel aan doen. Nee, maar u had al spul in de auto liggen, meneer. Ja, dat is niet van mij. Ik weet niet eens hoe ik eraan moet komen. Ja, ja, dat is, ja, maar ja, maar we treffen het wel aan. Ja. Ja. Ja, het is nog wel een ernstig ding ook nog, want u bent ook nog, zag ik bij in het mailsysteem, ze... Oké, brutale mensen, inderdaad, Luc. Aanpakken. Je mag zich helemaal niet schuldig hebben die de nieuwe auto hebben. Nee, ik wist ook niet dat het erin zat. Nou, wel, vind je wel. Ik vind het raar vooral. Ik ook. Ik ken er ook nog niet zoveel mee van. Nou ja, dan moeten we dan even die maten van hem opzoeken. Ja, die zijn momenteel niet meer in de stad, denk ik. Nee, maar ja, kijk, laten we duidelijk zijn. Het zat in uw wagen. We hebben het aangetroffen. De kinder zeggen wil, oké. We laten hem zijn maten morgen of de volgende keer doen. Maar de volgende keer belt hij gewoon met die maten. En dan moet diegene maar... Ja, sowieso. Want we hebben ook de dashcam beelden. Die gaan naar het OM. Ja, precies. Met de vondsten die we gevonden hebben. Ik kan voor jullie eventjes opnoemen. Het gaat om 21.800 zwart geld. Want het zat onder de wiet. Ja. 258 zakken lagen in de kofferbak. 50 opiumpillen. En een koevoet. Kijk, als iemand dat in uw auto heeft gestopt, dat is een waarde van, ik weet niet hoeveel, dat zullen ze niet vrijwillig zo in uw auto stoppen. Dat zullen ze eerder zelf verkopen, voor dat geld. En dan zullen ze helemaal niet achterlaten in een auto ondersteboven. Nee. Nou, ik weet niet eens hoe ik aan dat spul allemaal moet komen, wat u net allemaal op. Maar ja, u overlegt maar met uw... Goed, ik heb even een vraagje voor u. Heeft u een autosleutel? Ja, die heb ik. Oh, dat is mooi, want de auto zat namelijk ook op slot. Klopt. Ja, dat klopt. Ja. Nou. Maar ik heb mijn auto. Hoe kan dat als jij die auto aan je vrienden gegeven hebt dat die op slot kan? Precies. Ik heb een reservesleutel en toen hun weg zijn gereden. Ja, reservesleutel. Want ik heb nog met hun bij de. Hoe heet dat? Bij de garage gestaan. Ja. En toen zijn ze weggereden. Want we hebben daar een heel poos staan. En toen zijn ze weggereden. Toen heb ik hem op slot gedrukt. En ik denk dus dat ze daar zijn gecrashed. Dus ze zijn over de kop geslagen. En toen kwamen ze erachter dat als ze dus uitstapten, ze er niet weer in konden. Dus ik denk dat ze toen. Zijn gevlucht. Ik denk van als wij daar een auto op slot aantreffen en u heeft de sleutels in uw zak, dan komt wij komen alleen maar sterker te staan met dit verhaal. Dat is natuurlijk. Ja, maar ik meneer heb die agent. Meneer agent, mag ik er even op inhaken?
Jawel. Deze man is de hele avond in dienst geweest. Hoe kan hij dan die drugs in jou stoppen? Ja, dat moet jij mij even. Ja, maar dat ga ik je uitleggen. Maar hoe kan het dan zijn dat wij een auto op de kop aantreffen op slot en meneer heeft de sleutels? Nou, omdat ik er twee sleutels heb. Ik heb ook een reservesleutel. Dan moet u eens even naar te gaan. Die heeft niemand volgens mij een reservesleutel. Ja, maar mijn auto, dat is ook. Als je die start, dan kan je hem starten, zeg maar met de sleutel moet je erbij hebben. Maar daar kan je er wel mee wegrijden, maar zodra je hem dan weer uitdoet, dan wil die niet meer aan. Dat zijn die nieuwere auto's, die doen dat. Klinkt mij allemaal heel ongeloofwaardig in de oren. Wat zeg ik, collega? Ja, het is echt zo. Ja. Ik ga even overleg plegen, moment. Ja. Even mee. Ja. Ze geloven nog niks hier. Goedendag. Een advocaat boven of zo, kan dat kloppen? Ja. Oh, oké. Wil. Ja. Moet ik hem vast even nachecken dat hij alvast hier naar beneden loopt, of dat niet? Nee, nog heel even niet. We hebben nog geen strafbepaling, dus dan even... Als we nog geen straf hebben bepaald, hebben de advocaat ook niet veel zin in. Zou er een collega beschikbaar zijn die even naar de AWB kan rijden? Even kijken. Ja, wat vraag je mij? Er schijnt nog één collega in dienst te zijn bij de AWB. Om hem even een verhaal even aan te horen om te kijken of hij inderdaad heel de avond in dienst geweest is. Precies. Moet ik daarheen rijden dan? Ja, of laat hem hierheen komen. Oh, die AWB, ja, wie is dat dan? Wie is die AWB dan? Geen idee, maar dan kunnen we wel even vragen aan doen. We hebben een portefoontje, we schakelen even in op de portefoon. Ja, maar moet eentje bijblijven dat hun geen niet andere dingen over die portefoon zeggen. Nou, dan pakken we even de portefoons denkbeeldig af, zeg maar. Ja, dan als jij daarbij bent, dan wacht ik de AWB hier boven wel op, ja? Ja. Blijf jij gewoon hier en dan kom maar goed. Goed, heren, even een vraagje. Wie is die derde AWB'er die er bij jullie in dienst is? Wanneer? Nu. Ja. Nu? Ja. Ik denk Pieter. Pieter? Ja. Ik zou even willen vragen of Pieter naar het bureau wil komen, via de porto. Alleen dat vragen graag. Pieter? Kun je even naar het bureau komen? Even naar het bureau komen. Ik roep jou als de meneer er is, ja, dan gaan we er vooraan. Ja. Hou jullie de gaten, Wil? Ja hoor. Ik denk dat wij, wij moeten het gaan... Van de politie. Noteren, ja. HB van de politie! Ik heb onder de brandweer gehad, maar er is niemand. Joejoe. Met spoed. Maar lul vooral die aan mijn benen zeggen, of niet al, of niet Koen? Het is gewoon een stagiair, hè? Niks ervan. Ja, er zit toevallig een koevoet in, er zit 21.800 zwart geld in, 258 zakken wiet en 50 opiumpillen. Ja, maar ik wist van niks. Ja, ja. Maar reet ook. Ja, er wordt ook wel tijd dat de advocaat erbij komt, ja. Ja, die komt er zo aan. Maar ik heb ook nog geen rechter gehad of zo. Dat weet ik niet. Nee, ik heb nog niks gehad, dus dat vind ik ook... Ja, maar ja, ik kan de urenlijst krijgen gewoon in bij me, dus als nodig is, hoor. Maar je moet gewoon wel je maat even opzoeken, dat je even naar een politiebureau gaat, hè? Mm-hmm. Als die agent in dienst is. Ja. Ja, dat komt belangrijk. Goed. Zou ik even vragen wie dat was? Ja, als goed is zijn de rechten voorgelezen, want er hoort standaard in de procedure te zitten. Maar daarbij bent u wel, ik wil er wel even bij aanvullen dat u wel vrijwillig mee naar beneden bent gelopen. U bent niet in de boeien geslagen volgens mij. U bent hier gewoon zelfstandig mee naar beneden gelopen. Ik heb alsnog toch wel rechten. Goed, inderdaad. U bent niet tot antwoorden verplicht. U heeft recht op een advocaat en kunt u er geen veroorloven. Er wordt er eentje toegewezen door het OM, is dat duidelijk? Jo. Top. Was Pieter onderweg, Fred? Jazeker. Hartstikke ik heb mooi. Met spoed, kijk gezegd. Dat is mooi. Hij heeft het recht om te poepen en plassen. Ja, en dan moet je naar luisteren, hè? Zeg altijd maar. Zo is dat. Hoe gaan de zaken? Jo, goed joh. Ja. Nou, ik heb de harde geboorte, dus niks mis mee. Hartstikke mooi.
ja, loopt lekker. Zeg maar. Ja, niks mis mee. Radio check voor 31. Ik hoor u luid en duidelijk. Luid en duidelijk. Je mag zo naar beneden hoor. Ja, maar ik ben niet de 31, ik ben de 13. Maar ik denk dat Jantje de nummertjes aan het omdraaien is. Ja, maar ook niet zo hard rijden, hè. Jantje, geen bericht! Nee, jij komt bevestigen dat die AMB onderweg is? Ja. Rondje, thanks voor je follow, jongen, welkom. Zeg eens even lekker hallo in de chat. Niet verlegen zijn, dat mag. Maar dat is wel een bizar verhaal, hoor. Stagiair bij de AWB en we rijden op een of ander zandweggetje. We zien die wagen ondersteboven liggen. Chock vol wiet, opiumpillen, een koevoet en bijna 22.000 aan zwart geld. Ja. Ga dat maar eens uitleggen, hè, jongens. Ja, dan heb je het voor het toch lastig, denk ik. Ik heb nog nooit zo'n slechte leugen gehoord. Inderdaad, Luc, dat is toch mooi zoiets. Ik kan hier echt van genieten. Ik ben benieuwd hoe die zich eruit gaat lullen. Ik ben op het bureau aangekomen. Is je op bureau aangekomen? Ja, ja. Oké, okay, Jantje, hij schijnt aangekomen te zijn op het HB. Ik weet niet waar die is, ik zie hem niet. Oh, hij komt er nog aan, want hij stond bij ons op de zaak. Oh, hij komt er nog aan? Ja, ja, ja. Oh, hij stond op de zaak, kreeg net hoor, hij komt erop. Ja, is genomen. Ja, dit is wat ik zeg, ik vind het een raar verhaal. Je kent je beide vrienden een beetje, je weet niet zeker. Maar ze hebben wel allebei in het voertuig gezeten waar allebei al die zooi is gezien. Ja, dus hun moeten het dan gedaan hebben, want ik heb het niet gedaan. Dus dan zouden hun het moeten hebben gedaan. Dus, hoe heet je vrienden? Dion Beuker. En ja, Ruby Mooi heet hij in de game volgens mij. In de stad. Jawel, je weet wel hoe die heet? Ja, in de stad heet hij Ruby Mooi. Ruby? Ruby Mooi. Kun je zijn voornaam even spellen? R-U-B-B-I. Griekse ei bedoel ik. R-U-B-B, Griekse ei. Ruby. Check. Wat valt er te lachen? Hij heeft een zwembroekje aan. Wat? Hij heeft een zwembroekje aan. Wie heeft er een zwembroek aan? Een collega van ons. Ik zie niks. Nee. Boven. Hij is aangekomen. Oh, zei die dat? Ja. Oké. Okay. Frens is toch een held. Hoor je ze meestal allebei lachen? Ik denk, oh, zo grappig vind ik het niet. Yo, Jantje, als goed is meneer Gary Wit. Klopt, ik ben met meneer aan het spreken buiten, maar hij loopt hier in een zwembroek en meneer heeft niets gezien en weet ook geen tijd van indiensttreding, zeg maar. Ga er nog vragen wil. Ik kom wel even naar boven. Ik ben zo terug. Oké. Okay. Zo, laat die maar eventjes lekker tot rust komen. Fretje, 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 jongens, het is toch ongelooflijk. We hebben hier een van de raarste zaken die ik ooit heb gehad bij de politie. Stagiaire bij de politie, zij wagen ligt ondersteboven, chockvol drugs. Als jij je HB uitloopt, wil dan rechts de trap af en dan weer rechts. Je mag naar binnen. Jezus Christus. Oh goddomme. Ah, nee joh. Wat denk jij? Het is mooi weer, de zon schijnt. Nee, ik was aan het zwemmen, jongen. Ik was aan het zwemmen. Ja, ik werd in één keer opgeroepen, ik ben spoed hier in Mos. Klopt. Meneer weet niets van die dienstreding. Ik ken in eerste instantie de collega ook helemaal niet. Dus, ik weet echt niet wie het is, echt niet. Misschien als ik hem zie dat ik het weet, maar ik heb er echt geen idee van. Dus je bent heel dankbaar in dienst geweest?
Ja, een half uurtje denk ik. Oké. Okay. Wanneer was dat? Dat was om 7:30 tot 8:00 denk ik. Oké, okay, dus je bent een half uur in dienst geweest van ongeveer 7:30 tot 8:00. Ja, zoiets. Zoiets. Dus we kunnen aannemen dat die meneer toen nog niet in dienst was? Of aangenomen was? Dat je hem niet... Nou ja, anders had hij zich denk ik voorgesteld, toch? Neem ik aan. Lijkt mij ook, hè? Ja. Ik denk dat het... Ik denk dat het een appas was. Ja, ik heb net voor de zekerheid ook nog even de CCD gebeld. Wil of standaard bij een auto reservesleutel zal ik regelen. Als je hem voor bijbetaling wel, zei ze. Ja, dat is echt apart. Ja, ik weet niet goed wat we hiermee moeten. Ik heb even nog even een vraagje. Die kan niet zomaar laten gaan natuurlijk. Vraag maar raak. Waarom heeft u een portefeuille bij als u aan het zwemmen bent? Mijn telefoon nog op de kant. En ik kreeg een sms'ie. Nou, u regelt duidelijk met de portefeuille, want ik was net beneden bij het cellencomplex. Klopt. Ja, die lag ernaast, dat klopt. Toen ik uit zwemmen had gesprongen, ik gauw gereageerd. Maar als je een vrije dag hebt, dan neem je toch je portefeuille bij, ben ik nog gek. Nee, dat was niet de bedoeling, nee. Waarom doe je dat? Ik krijg hem niet meer weg. U krijgt hem niet meer weg? Hij gaat niet meer uit. Hoezo niet? Ja, het is gewoon een kwestie van in het kastje zetten, klaar is Kees. Dan moet ik eerst dat dan niet. Je zou zeggen van wel, ja. Wat hebben ze toch allemaal aan bij die AWB, man? Je haalt het ding uit uw zak en je steekt hem in het kluisje dicht en je gaat naar het strand. Dat is waar. Dus, nee, maar was er hem zo verder? Wat moeten we hiermee, Wil? Ik, ja, het was, u mag weg gaan vervolgen, ik vind het wel prima. Bedankt voor je, Houdoe. Bedankt. Jo. Ja, kijk, ik heb hem weer. Hey Jantje. Wanneer mag meneer de advocaat en ik als bierhouder van de AWB naar beneden? Ja, Wil. Hoi. Er staat hier boven een advocaat. Ja, lekker laten staan, ben zo terug. Even die. Klaasje bij de fijne vent, maar ik moet even het ding uitzoeken. Ja. Dat was dat je Grindr deed? Nee, ik was eventjes een melding was geven aan bellen. Oké. Okay. Ja. Fritje, wanneer heb je deze meneer aangenomen? Die heb ik vanavond vroeg in de avond aangenomen, om 7:30. Oh. Schiet mij maar lek. Oké, 7:30. Ik ga het even noteren. Ja, 7:30. Hij is de hele avond in dienst geweest. Dus... Hij is de hele avond niet van het AWB-terrein af geweest, haast. Hij is samen met collega AWB is de hele avond is hij op pad geweest. Ja. Dus hij is niet van de bus af geweest en van de sleepwagen in ieder geval. Nee. Ik stel voor dat wij dit dus even aan de leiding gaan voorleggen. Ja, ik krijg nog een staartje. Ik krijg nog een staartje. We kunnen nog heel eventjes de advocaat naar beneden halen. Ja, kan. Ja, doe het maar eventjes. Ja, wilt u de advocaat erbij hebben? Ja. Ja, doen we dat. Worden, Jantje, mag jij nog even privé spreken? Natuurlijk. Ja. Ik heb net Fredje gesproken. Ja. Raad eens hoe laat hij is aangenomen. 7:30. Yes. Hmm. En hoe laat was onze derde man in dienst? 7:30. De tweede dag van 5 en dat is 8. Iedereen bedankt voor jullie dienst en nog een fijne avond. Zal het ook wens. Wat zal het? Nou, laten we deze informatie die houden voor ons. Want hij weet niet dat we het aan hem gevraagd hebben en andersom ook niet. Nee, klopt. Dus we gaan het eventjes... We doen nog geen strafbepaling. Dit gaan we ook opspelen. Ja, doen we. Wel even een leiding erbij hebben wat we hiermee moeten, want dit laat niet zomaar gaan, want nee. In principe staan we supersterk, hè? Ja. De sleutel, auto stond op slot. Bewijzen zwart op wit. Bewijzen zwart op wit, nou precies. Dashcambeelden. Precies, hij kan gestolen zijn of uitgeleend zijn, maar hij is verantwoordelijk voor de inhoud van die auto. Ja, en met de vrienden met wie hij omgaat.
Eén advocaat lijkt me voldoende, of niet? Ja, één advocaat, absoluut. Nou, dan gaan we die even halen. Dan gaan we het afronden. Is de trein niet af geweest, want hij zat in de bus en de sleepwagen. Hoe dan? Ja, precies. Nou, die advocaat is ook gesmeerd volgens mij. We zijn er niet meer. Ook niet in die auto weer? Hallo? Nee. Top maar. Klaas, ben je er nog? Jazeker. Klaas, weet jij waar die advocaat gebleven is? Die zijn met z'n allen volgens mij voor in die gele taxibus gestapt, die grote. Oh, die zijn dus van die... Van Rick en zo. Die zitten in die taxibus van Rick. Die we net gesproken hebben, Wil. Dat is ongeveer lekker... Wie zijn die dan? Die advocaten. Geen idee. Maar zijn advocaten mogen toch alleen van de van kansloos zijn, of niet? Volgens mij wel, ja. Nou. Nou, ik ga eens even vragen. Hoe hun aan die advocaten komen. Ja. En wie dat zijn, welke advocaat? Maar anders gaan we het even natrekken in het mails. En als ze geen advocaten te passen hebben, dan is het einde verhaal. Ik wil zo ook een keer de stad uit. Dus ja. Dan laten we het gewoon gaan. Dan gaan we zoeken het de volgende keer uit. We hebben meteen een leuke rol. Even wat leuks voor de volgende keer. Ja, helemaal mee eens. Ja. Nou heren. Jullie hebben zulke goede advocaten, die zijn er maar gepeerd. Oh, oké. Okay. Ja, nou, dan doen we het de volgende keer wel even oppakken. Hé, hey, waar is die meneer? Ja, zijn internetkabel was eruit gedrokken, dus zodoende. Oh, oké. Okay. Ja. Dan laten we, maar dan krijg je wel een staartje, Fred. Want, moet je die advocaat dus... hebben dan wel, want ik denk dat ja, ik snap niet hoe dat kan, want hij is er even... Nee, hoeft niet meer. Geweest, dus. Ja, okay, Fredje, even voor jou alle bewijzen die we verzameld hebben, plus het beeldmateriaal, dan gaat naar het OM toe. Ja, nee. En die zal de zaak verder oppakken en dan gaat een staartje krijgen en dan gaan we wel afhandelen. Ja, dat weet ik. Dus het is een lopende zaak. Kijk, een auto... Een auto op de kop op slot vinden en meneer heeft de sleutels bij zich. Is al op zich staan we daar natuurlijk al heel sterk in. Dat die vent was weer bang, ja. Die denkt van ik moet hier wegwezen. Ja, ik heb hier geen zin in. Wij treffen wat aan, wij constateren dat. Hij moet zijn onschuld bewijzen. Nou ja, daar moet hij mee aan de gang. Dat moet hij mee. Precies. Nou ja, dan komen we weer bij PK en dan lossen we dat weer. Ja, 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 dan moet hij van de week, moet jij volgende week even bewijzen bij elkaar werken. Ja. Als u weer in dienst bent. Laat het dan even weten. Zeker. Dan ga ik eventjes kijken of ik die bewijzen voor de dag kan toveren. Klopt. Ik heb nog één vraag aan u. Ja. Die advocaten, er waren twee advocaten hierboven, klopt dat? Ja, klopt. Welke advocaten waren dat? Die ene, dat was geloof ik, Paul was er voor mij. Nee, dat was Paul niet. Oké. Okay. Nou, dan zijn het niet de goede geweest, in ieder geval. Maar waren die twee van kansloos? Of waren niet van Goodfellas? Ik weet het niet, dus... Maar u weet ook wie uw advocaat is? Nee, ik heb geen advocaten geregeld. Dus, Leon heeft twee advocaten geregeld? Ja. Dus jullie hebben niet onderling besproken met advocaten? Nee, maar hij moet zijn advocaten regelen, dus okay. Dat bedoel ik. Nou Wil, dan moeten we dat volgende keer ook doen, die kant... Die advocaten naamvragen, checken of ze bij kansloos werken. Ja, helemaal goed. Want anders, we gaan niet zomaar met Beunhaas advocaat hier. Nee. Dus, ja. Dat is een hele ernstige zaak. Nee, maar ja, hij was zijn onschuld bewijzen, dus dat is belangrijk. Zeker. Wij, je zult met me eens zijn. Hij heeft de schijn tegen. Ja. Alles wat wij geconstateerd hebben, heeft hij de schijn tegen. Ja, ik kan de urenlijst niet van de dag over. Misschien ook een tip als je mensen aanneemt, ook even de vriendenkring na te checken, hè? Ja. Duidelijk zitten die vrienden dik in de drugs. Ja. Dat soort mensen moet je niet op de zaak hebben. Ja. Voor je het weet heb je gedonden. Ja, dat heb je nou al. Ja, daarom. Bewijs van goed gedrag kunnen vragen natuurlijk. Ja, maar ja, dat heb ik ook al gevraagd, hè. Maar niet gekregen. Yes. Jawel. Daar stond niks op. Dus, dat is het vreemde ervan. Ja. Want ik heb het netjes aangevraagd, dus in Discord app.
Nou, we gaan zien wat de OM ervan denkt. Ja, ik ga je erboven brengen. Is goed hoor, dan ga ik zo ook uit dienst. Ja, ik ook. Ik vind het mooi geweest. Het was weer een hele wereldavond. We komen erop terug, Fred. Het is niet persoonlijk, ja. Maar... Ah, jongens, het wordt een mooie zaak. Dit oplossen, dus, inderdaad. Deze is bij. Stel je voor, man. Stagiaire bij de ANWB. Ik kan dat niet voor hem oplossen in ieder geval. Er zijn wagen gevonden, chockvol drugs. Het lijkt net een aflevering uit een film of zo. Ik had er niet in. Kijk eens aan. Nou, Fred, dat was hem. Hey, succes ermee. Ja, ik zou zeggen bedankt in ieder geval. Ja, jij ook. Rustig aan. Ja. Veilig gered. We gaan even kijken hoe dat we op kunnen lossen allemaal. Is helemaal prima, jongen. Ja, ja hoor. Neem jij koeken mee? Hoi, hoi. Voor de koffie. Lekker wel. Ja hoor.